Het schilderachtige Dajak-dorp Seritpooi. We maken daar een Dajakse krijgsdans en zelfs een wonderbaarlijke solo-dans mee. We verlaten het binnenland weer langs de stroomversnellingen. De vrouwen worden meegesleurd, maar de Dajakse bootvoerders kennen van kinds af en van ouder op ouder de stroom. We nemen afscheid van Borneo en gaan een ander land, een ander stuk Indië tegemoet. Dat zich snel en doeltreffend ontwikkelt. Het eiland waar de tabakscultuur een land als Delhi heeft gemaakt. Waar in Jambi en Palembang de grote petroleuminstallaties van de koninklijke worden gevonden. 475.000 vierkante kilometers, een bevolking van ongeveer 9 miljoen, een eiland met bijkans onberekenbare toekomstmogelijkheden. We reizen per tantrabaan naar de Padangse bovenlanden, dwars door het land van de Minangkabauers. Door tunnels en over bruggen, langs wilde bergstromen en hoge watervallen, dwars door een landschap van een wonderlijke schoonheid. Langs de oevers van het meer van Sinkara. En we bereiken de oude plaats Fort de Kop. Een plaats met een geschiedenis. 1000 meter hoog, midden in het gebergte, het kostelijkste klimaat van heel Indië. Het marktplein met de klokkentoren, een geschenk van de bevolking aan Fort de Kop. En van die toren af zien we neer op het plein. Fort de Kop ligt op hoge en steile rotsen, die het in heel Indië en tot ver daarbuiten bekende karbouwengat insluiten. We zien de niet minder bekende kloof van Harrow. En daarnaast liggen altijd weer de stille sawa's waarin de bergen zich spiegelen.
Midden tussen de bergen liggen de dorpen met de fraaie, kunstig gestileerde huizen der Minangkabauers als kleine aardse paradijzen. De huizen zijn voorzien van prachtig snijwerk, fraaier dan waar ergens in onze archipel. En ter afwisseling een eigenaardige sport der jonge lieden, het gevecht, feitelijk het schermen, met striemende rotanrieten, hoe striemender, hoe raker, hoe mooier. En weer noordelijker gaat de reis naar Siboga, aan de baai van Taponuli, de uitvoerhaven van Batakland naar de westkust. De moskee van Siboga in tropische omlijsting. We bezoeken een klappertuin van een Maleier die in werken geen vreugde vindt. En in zijn klappertuin gebruikt hij een klapperaap als werkman. Waarom zal men zichzelf vermoeien als een aap even goed de klappers kan binnenhalen? We verlaten Siboga op weg naar het Batakland, langs een van de beroemdste, maar ook moeilijkste autowegen van Indië, scherp langs de rotsen gehouwen, met een ontelbaar aantal haarspelbochten en kronkelingen. Na een stijging van 800 meter over 12 kilometer weglengte, bereiken we het Toba-meer, het meer van Batakland, 90 kilometer lang, 800 meter diep, 900 meter boven de oceaan. En dan zijn we in het land van de Bataks en bewonderen hun stijlvolle woningen. Twee buren bespreken de gebeurtenissen van de Batakse dag. Batakse vrouwen met de typische hoofddoeken, welke dienen ter ondersteuning van de zware zilveren oorkrullen, dat het oor anders zou uitscheuren. Een dorpsscène in het volle bijgeloof. De dorpsmedicijnman zal voorspellen of er regen komt. Maar voor het regenmaken heeft hij een buffel nodig. In het Batakse land gebeurt niets om niet. MUZIEK
De dans om de buffel bij de Bataakse band. En dan danst de medicijnman zijn offerdans. En of er regen zal komen, och, helderziendheid blijft helderziendheid. We bezoeken de indigo-industrie op Samozeer, midden in het Toba-meer. De blauwe, lichtechte kleurstof wordt gewonnen uit de blaadjes der indigo-plant. Vrouwen met hun oogst van indigo-blad gaan naar het strand. De blaadjes worden gedurende enige dagen in potten water geweekt. De volgende dag worden de blaadjes uitgewrongen. Na een gistingsproces dat een geur veroorzaakt die de lucht in de dorpen ondraaglijk maakt, wordt het garen waaruit de doeken worden gemaakt gekleurd. Na het indigo-proces verblijven we nog even aan de oevers van dit wondere meer dat woelig kan zijn als de zee aan de westkust. Tegen de avond gaan de karbouwen er baden. En de Bataakse jeugd spelen vaart op het water. En gaat er eveneens baden, want zwemmen kan elk Bataaks kind. Er is zelfs een springtoren. Het aan- en uitkleden gaat in dit luchtige land als vanzelf. Wij komen aan op de palmenrede van Gunung Sitoli op Nias. Nias is een van de afgelegen, woeste en ook moeilijk begaanbare eilanden ten westen van Sumatra. Wij trekken het binnenland in. De dorpen op dit eiland zijn op heuvels gebouwd ter bescherming tegen verraderlijke aanvallen der buren. Langs monumentale stenen trappen wordt het dorp bereikt. De grootste trap vindt men in het dorp Babe Matalua, hetgeen betekent berg die tot de zon reikt. Een stenen voorvaderzetel voor de geesten der overledenen. De hoofden van Baba Matalua komen ons tegemoet uit het mooiste abbathuis van heel Nias.
en hier is inderdaad alles goud wat er blinkt. Ieder deze hoofden is voor een waarde van minstens 4000 gulden met zuiver goud behangen. Enias handwerk, de vlechtkunst. En dit is de goudsmid, natuurlijk door de nieuwsgierige jeugd omringd. Elk dorp heeft een springsteen waarop de mannen hun lenigheid beproeven en hun vaardigheid onderhouden. De sprongen zijn heel wat gewaagder dan bij onze atletiek.